daagt jou uit een track te schrijven bij Iconen uit de Kunst. Museum Boijmans van Beuningen, het Centraal Museum en het Groninger Museum. Yo, mijn naam is Akwasi Ansa, ik ben rapper, theatermaker, producer, eigenaar van label Nederlands Doop en sinds kort ben ik ambassadeur van Art Rocks. Mijn naam is Eefje de Visser en ik ben een singer-songwriter. Eefje de Visser koos voor het VARA-werk van Peter Struiken. Het ziet er modern uit, maar het is begin jaren 80 gemaakt met de eerste computers die er toen waren. Maar ook dat het in deze tijd past, maar dat we in deze tijd terugkijken naar de jaren 80. En dat dat allemaal heel erg hip is nu, waardoor dat allemaal weer gemixt wordt. Dat inspireerde me wel om een liedje erover te maken. En het is een heel mooi werk. Akwasi koos Tankman van Fernando Sanchez Castillo. Tankman inspireerde mij op een manier dat hij met een bepaalde standvastigheid stond. Als ik dat zie, dan denk ik van, wat gebeurt er in mijn hoofd? Hoezo prikkelt dit mij zo? En op het moment dat die prikkels overkomen, van een Tankman naar mij bijvoorbeeld, ontstaat er een beat in mijn hoofd. Dan ga ik er even over nadenken, ga ik erover slapen, maar dan ontstaan er ook teksten. Kunstwerken die kunnen jou inspireren tot nieuwe nummers, dat is altijd zo. Ik denk dat het een toffe uitdaging is en dat er toffe resultaten uit kunnen komen. Ik heb me laten inspireren door mijn werk in het Centraal Museum in Utrecht. Nu kan jij je laten inspireren door verschillende werken in musea in Nederland. Meld je aan voor 3 november 2014. www.artrocks.nl. Doe dat. Meld je aan. Later. Doe mee met de Art Rocks muziekcompetitie 2014. Speel live in Nederlandse topmusea. En wie weet sta jij in de finale tijdens Eurosonic Noorderslag.